Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag gaan we het hebben over Bukas. Ja, Bukas. Bukas is een sponsor van ons, dus deze video is ook gesponsord door Bukas. Ik moet wel zeggen dat als ik producten gebruik en ik ben het er niet mee eens of ik vind ze niet fijn, dan ga ik daar natuurlijk ook geen video's over maken. Zo simpel is het ook nog eens een keer. Dus ik ben echt wel ook een Bukas fan. Goed. Wat hebben onze paarden op in de winter en eigenlijk nu ook in het najaar? Want we zitten nu op, wat is het, dierendag 4 oktober. En Verona staat tegenwoordig buiten, Bella staat buiten en Henja staat buiten. Dus hun krijgen hun deken wat eerder op dan dat je misschien binnen in een stal zou staan. Omdat het 's nachts best wel onder de 10 graden wordt. En 10 graden vind ik zelf een punt waarvan ik zeg van nou oké, dan wordt het tijd voor een deken. Welke deken heeft Verona? Veroon, wat heb jij op vandaag? Ja, kan ik het even laten zien? Zo, laat maar even zien. Kunnen jullie het zien? Veroon die heeft vandaag camera issues. Nee hoor, Verona heeft op de Power Turnout. Ik ga hem even van dichtbij laten zien. De Bukas zit op en dan de Power Turnout zoals je ziet. We hebben hem nu een paar dagen op, dus ze is nu wat viezer. Jacob die is van Bukas en die heeft daar wel het een en het ander over verteld. Namelijk dat je niet te lang moet doen met een deken voordat je hem gaat wassen. Het grote voordeel van deze deken is dat hij niet zo achterlijk dik is. Dus hij past in mijn eigen wasmachine. En ik heb gewoon Bukas wasspul en dan kun je dus gewoon je eigen deken wassen. Hoe handig is dat? Goed, zoals je ziet hier, nu even mooi, ja, als ik hem zo houd. Zie je dat er een reflectiestrip op zit, dus je ziet hem ook in het donker als je in het donker buiten aan het stappen bent. Dus dat is ook heel erg veilig en fijn. Hier zit hij die dingen om er nog een deken onder te doen. Nou, ik geloof niet dat dat nodig is. Deze deken gaat tot min 10. En mocht het kouder worden dan dat, dan doe ik er de Recaptex over onder. Want zo koud wordt het in Nederland zelden of nooit. En de Recaptex doet natuurlijk zorgen dat de bloedsomloop stevig op gang blijft en dat is wel, moet ik heel eerlijk zeggen, echt een van mijn meest favoriete dekens. Nou, wat vind ik het grote voordeel van de Power Turnout is dus dat hij op allerlei temperaturen gebruikt kan worden. Hij is niet dik, je kan hem heel makkelijk opvouwen en ik kan hem in mijn eigen wasmachine gewoon wassen, dus dat vind ik sowieso heel fijn. Dat gaat niet met andere dekens omdat die vaak te dik en te groot zijn, maar deze kan je echt vrij klein opvouwen en ik heb wel een wasmachine van 9 kilo, dus in die zin scheelt dat dan wel weer. Als je een deken koopt, welke deken dan ook, zorg er dan voor dat hij niet te groot is. En Jacob van Bukas, die vertelt er even iets over. Rebecca, ja? ik zie een mooie deken erop liggen, maar hij is aan de grote kant. Dat is het. En je kunt al zien wat een deken doet die aan de grote kant is, die gaat een beetje scheef liggen. Het is hetzelfde als dat je je schoenen te groot koopt of je rijboek te groot, dat gaat allemaal scheef liggen. Dus dat is jammer. Daarom is meten is zo belangrijk. Koop de juiste maat bij je paard, bij Corona. Nou. Want deze is aan deze kant, de scheef getrokken, maar ik heb hier inderdaad ook een heel stuk over nog. Ja, dit hier is... eindigt de staart. Ja. En dit stuk heb ik dus eigenlijk over. Ja. Okay. En hier hangt hij bijna op de grond. Rebecca, je hoeft niet te schamen. Ik had net al verteld, 3/4 van de mensen koopt deken groot. Maar dit is eigenlijk waar wij een beetje... helaas te vaak tegenkomen, is dat de maat niet correspondeert met het paard. En soms zeggen we wel dat je hebt twee oplossingen. Of je koopt een kleinere deken, of je koopt een paard wat bij de deken past. Want ja jongens, meten is weten. We beginnen bij de middenkant van de borst, bij de borstspieren. Dat is in een soort kleufje. Daar zet je het lintje tegenaan en dan pak je het gezichtje over. Zo, en dan stoppen we. Ik zal even wachten tot het cameraman naar de hoek komt. Schattig hartje zie je. Dan stoppen we bij de verse kant van de bil. Daar moet de deken ook stoppen te liggen. Nou, dan kijken we op het lintje. En dan hebben we hier de centimetermaat. Ik zat net op 161. En dan moet je bij Bukas de dekenmaat 120 bestellen of kopen. Ik heb Verona's deken even afgedaan. Dan kun je wat dichterbij zien. Kijk, dit is ballistic nylon en ook daar vertelt Jacob het een en het ander over.
Nou, Lucas heeft heel veel dekens in het assortiment. Een aantal dekens die zijn gemaakt van ballistic nylon. En ballistic nylon is een hele sterke stof. En om te demonstreren hoe sterk dat is, heb ik hier een voorbeeldlapje. Deze stof hebben wij in verschillende kleuren. Deze is blauw, maar we hebben hem ook in het zwart, en het bruin en in het zilvergrijs. Nou, jij hebt een schaar mee. Ja? Je mag hem even een paar centimeters inknippen. Ben je er? Oké, daar gaan we. Ja. En dan ga jij aan de ene kant trekken. Ja. En dan ga ik aan de andere kant trekken. Okay. En doe die schaar maar even weg voordat je omvalt, want ik ga heel hard trekken. Oké. Okay. Daar komt hij, hè? Trekken, Rebecca. Ja, wacht. Kom op. Kom op. Nou, ik denk dat er wel duidelijk is dat daar een beweging in te krijgen. Nee. Goed. Sterk, jongens. Nou, dan heb ik nog één ander voorbeeld om te laten zien hoe sterk het is. Mijn Hans Klok truc. Je hebt geen waffelend haar. Maar je moet voorstellen, lange manen. Dan kom ik met mijn pen. Dus gewoon een 1, 2, 3 inkpen. Ja? Je ziet een gat. Ja. Nou staan een paar dames een badpak naast me, want heeft Hans Klok altijd. En dan doe ik met die wind door die haren. En doe ik een beetje wrijven. Dat kan niet zo goed hoor, kan niet zo goed acteren. Serieus? Kijk, dit is de buitenkant van de stof en dit is de coating die zorgt voor dat hij ademt en ook waterdicht is. Hallo. Alleen die coating die krijgt een beetje op zijn donder normaal, omdat ik er een pen in prik. En hier zie je waar Rebecca en ik aan hebben getrokken, dat ook die coatingslaag een beetje op zijn donder heeft. Dus hier heb je een lekpunt, maar we hebben ook reparatiesetjes om eventueel een gaatje kunnen we gewoon opplakken. Handig. En de binnenkant van de Bucos deken van Verona, die is met Stay Dry gemaakt. Jacob vertelt. Nou, dit is de voeringsstof die wij in de dekens hebben zitten. Dus dit ligt op de vacht van het paard. En wat dit materiaal doet, is razendsnel vocht opnemen. Dus dat kan zijn vocht van het afspuiten, dat kan zijn zweet. Dus dat betekent dat je nooit meer een zweetdeken nodig hebt. Dus je kunt gewoon op een bezweet paard die deken erop gooien en dan zeg je dag schatje tot morgen. Dit heet Stay Dry en dat hebben wij in een aantal dekens zitten, onder de Power Turner, de Smartex en de Celtic Stable. Maar we hebben ook hier zweet- en transportdekens van. Klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Hey, je hebt een zweetdeken, die zijn net. Je hebt geen zweetdeken nodig. Maar de meeste buitendekens, die worden vies. En als je paard gaat vervoeren, wil je hem knap vervoeren. En dan haal je die vieze deken haal je eraf. En dan zet je met je zweetdeken, transportdeken, zet je hem op de trailer. En dan is het weer chique vrachtwagen. Maar ik kan het beste demonstreren hoe dit werkt door het gewoon nat te maken. Dus Rebecca, zorg dat je iets nat maakt en mij niet. Dit is het lapje. Zo, ja, dankjewel. Nou, dan knijp ik even het losse vocht eraf. Zo, en dan ga ik aan jou vragen, Rebecca, doe even zo met je hand. Want dan ga ik jou laten voelen het verschil tussen wat op de vacht van je paard ligt en hoe nat dat je in werkelijkheid is. Dit ligt op de rug van je paard. Yeah. Rebecca die kijkt al heel bedenkelijk. Yeah. En zo nat is die. Oh, dat is echt raar. En... nou laat ik je ook zien hoe nat dat hij echt nog is. Dus ondanks dat hij zo nat is, heb je altijd... Nee ja, want het is niet nat. Kijk, het is droog! Nu weet je alles over de Power Turnout die Verona draagt. Maar niet alleen Verona draagt hem, Henja draagt hem en Bella draagt hem ook. Dus een deken die eigenlijk op elk paard past. En die je kunt gebruiken in zowel het najaar, als in het voorjaar, als in de winter. In de zomer is het misschien net even te warm. Maar zelfs als het heel koud is in de zomer, zou je hem nog kunnen gebruiken. Ik wil graag Bucos nog even bedanken dat het onze sponsor is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet hieronder te abonneren. En heb je nog vragen over de Power Turnout, dan kun je ze hieronder kwijt. En dan zie ik je heel graag bij een volgende video. Doeg!